Hallo, mijn naam is Liam Roos en vandaag wil ik het hebben over CAPTCHA. Dus, waarover ga ik het hebben? Eerst en vooral ga ik het hebben over de geschiedenis van CAPTCHA, dan over wat een CAPTCHA precies is, en daarna gaan we een CAPTCHA proberen breken met behulp van een bot. Eerst en vooral de Gausebeck-Levchin-test. Dit is eigenlijk de eerste vorm van CAPTCHA die ooit gebruikt werd. Dit is toegepast op PayPal. Het probleem met PayPal was dat iedereen een account kon openen, ook zonder dat je geld had. Dus het enige dat je nodig had was een e-mailadres en eigenlijk de creditcardgegevens die je perfect kon aflezen van iemand anders zijn creditcard. Wat er dan kon gebeuren was dat een bot deze gegevens ingaf, dus een nieuw account aanmaakte met een eigen e-mailadres. En vervolgens de creditcardgegevens van iemand anders die gestolen waren. Wanneer deze bot tegelijkertijd dan geld afhaalde, was uw geld eigenlijk sowieso weg zonder dat je er iets aan kon doen. Daarom dat er een CAPTCHA-test werd voorgezet met de woorden die de bot onmogelijk kon lezen. In die tijd natuurlijk, want momenteel is dat wel al mogelijk. En daardoor kon de bot de transactie nooit voltooien. Vervolgens was er ook een oneenigheid over wie het had uitgevonden. Er waren twee teams die claimden dat ze CAPTCHA hadden uitgevonden. Het eerste team gebruikte CAPTCHA's eigenlijk als een beveiliging voor een zoekmachine. Ze zorgden ervoor dat die zoekmachine niet kon beïnvloed worden door bots. De bots probeerden extra URL's toe te voegen aan de zoekmachine, zodat die bepaalde URL's meer bekeken en dus aangeklikt zouden worden. Het tweede team claimde gewoon dat ze een grotere kennis hadden van CAPTCHA's en daarom dus ook de uitvinders van CAPTCHA waren. Ze zeiden dat CAPTCHA de computers van de mensen zou kunnen onderscheiden en ze gaven ook veel voorbeelden en soorten werkingen van CAPTCHA's. Het uiteindelijke patent werd aangevraagd door een derde groep die dan definitief een beschrijving gaven aan CAPTCHA. De beschrijving luidt als volgt: CAPTCHA is gebaseerd op de voordelen van menselijke interpretatie, zoals kleine problemen en opvattingen bevragen die praktisch onmogelijk zijn voor een computer. Een voorbeeld hiervan is een object of een woord identificeren in een drukke omgeving. Nu, wat is een CAPTCHA eigenlijk? Een CAPTCHA is eigenlijk een afkorting voor Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Spreekt eigenlijk voor zich, maar wat het precies wil zeggen is dat het een programma is die computers van mensen onderscheidt en daardoor de bots geen acties laat uitvoeren die alleen maar door mensen zouden mogen gedaan worden. Er zijn ook drie soorten CAPTCHA's. Een eerste soort is een woord-CAPTCHA. In dit voorbeeld zie je bijvoorbeeld een combinatie van cijfers en letters die moeten ingevuld worden in de invulbalk en zo gecontroleerd worden of deze wel juist zijn. Een volgende soort is een image-CAPTCHA. In dit voorbeeld moet een vliegtuig worden aangeklikt uit een array van 9 andere foto's. Dat is iets wat enkel door een mens of door een persoon kan worden geanalyseerd en computers het enorm moeilijk mee hebben. En als laatste zijn er ook nog recaptchas. Hiervan zijn er twee soorten. Dus ook een recaptcha met opnieuw tekst die moet worden ingevuld in de balk. Het enige speciale hieraan is dat er ook nog wordt geanalyseerd welke beweging er wordt gedaan met de muis of met het toetsenbord en of deze wel menselijk is. Computers gaan nogal recht naar hun doelwit, waardoor dit kan geanalyseerd worden. Het volgende voorbeeld is dus enkel een vakje dat moet worden aangeklikt en hierbij wordt enkel de muisinput gecheckt, waardoor wordt gekeken of dit een computer is of een mens. Als voorbeeld van eerste bot om een CAPTCHA te breken heb ik CAPTCHA Sniper 5.17 gedownload. Wat wel op te merken is dat dit nog een trialversie is, maar deze werkt ook al. Wat dit programma nu allemaal kan, is eigenlijk allemaal verschillende soorten CAPTCHA's oplijsten, zoals je in deze lijst kunt zien staan. En wat dan handig is aan dit programma, is dat je ook CAPTCHA's kan toevoegen. Dus als ik op Add CAPTCHA duw. Dan typ ik in guestbook, omdat ik hier al een paar voorbeelden van gedownload heb. Dan kijk ik op alfabetisch naar Hyperbook guestbook. Hiervan heb ik nog een paar voorbeelden gedownload. Aangezien dat er maar één voorbeeld staat in de lijst, zoals je hier kan zien, kun je er ook nog toevoegen met edit. En dan import je files. Die staan bij mij. Hier zijn mijn testcaptchas. En als ik dan een image toevoeg, zoals dit, dan zie je nu dat dit de extra toegevoegde image is. Dit is de CAPTCHA die normaal gezien op de website staat. Deze CAPTCHA's zijn enorm makkelijk te vinden door gewoon te kijken op sites zoals deze. Dat zijn gewone blogposts of forums waarbij je dan een verification code moet invoeren nadat je op post hebt geduwd. Deze veranderen elke keer, dus die kunnen dan geanalyseerd worden en zo gebroken worden.
Dus wat je vervolgens kan doen is, zoals je ziet, is er nog geen enkel antwoord ingegeven. Hij heeft wel al een soort voorspelling gedaan. Als je op answers duwt, zie je dat je deze kan invullen. Dus dat klopt momenteel al. Duw je op next. En daarna kan je deze testen. Dus wanneer je op test duwt, zie je dat geactiveerd kan worden. En zie je dat de success rate nog steeds 100% is. 100% omdat hij alle tweede antwoorden kan analyseren. Voor een betere uitkomst te komen, voeg je beter nog een paar andere captchas toe. Dus ik ga dat momenteel eens proberen. Dus ik heb nog vier andere captchas gedownload. Ik ga deze openen. Zitten er nu alle vier in. En als ik nu naar antwoorden kijk, dan moet ik die gewoon invullen zoals die hier staan. Dus 3CWS klopt. P0GSC klopt ook. 1C, dit klopt dus niet. 4B6 klopt. En deze klopt ook niet. 8 en 4LI. Oké. Deze heeft ook een antwoord. Wat nu belangrijk is, is dat je ook makkelijk kan instellen hoe de processed image eruit zal zien. Dus dit is de oorspronkelijke afbeelding en dit is de geprocesste image die dan wordt geanalyseerd door de computer om zo te ontleden wat er allemaal in staat. Dus bij zo'n afbeelding, hier zie je dus een fixed black and white T. Dat wil zeggen dat er een threshold, dus T van threshold, is opgezet om de achtergrondkleur eigenlijk te verwijderen en enkel het zwarte over te houden. Dus eigenlijk bij deze captcha is het enige dat nodig is, waardoor er een mooie duidelijke tekst uitkomt. Wanneer je dit test, zie je dat er één captcha gefaald is. Dat kan altijd gebeuren door een misinterpretatie van het lettertype. Wat je ook kan doen is bij OCR, bij deze captchas, het enige dat er gebeurt is cijfers en hoofdletters. Dus de lowercase is hier niet nodig. En daarom is deze ook verwijderd uit de lijst. En dit zorgt ook voor een meer accurate oplossing van de captchas. Dus nogmaals, dit is 66% success rate. Klopt, omdat er twee niet werken van de zes. Een ander programma is GSA Captcha Breaker. Wat dit programma doet, is eigenlijk juist hetzelfde. Dit lost captchas op voor een andere applicatie. In dit geval is dat een makkelijke applicatie om te gebruiken, GSA Search Engine Ranker. Ik heb dat net eventjes laten lopen met de main website van Captcha Breaker, dus captchabreaker.gsaonline.de. Je kan dit linken aan dit programma door gewoon bij Options en Captcha dit te linken, zoals ik hier al heb gedaan, te adden en dan gewoon aan te duiden. Wat dit programma eigenlijk doet, is bepaalde links verspreiden overheen het web en er andere reclame over maken op bepaalde blogs, sociale media. Kan dit makkelijk aanpassen door hier te kijken bij de edit naar Where to Submit. En dan zie je dat er bijvoorbeeld de URL shortener is, wat ik nu heb aangeduid. Dat zijn bepaalde kortere URL's die dan worden gegenereerd. Bij zo'n site wordt er vaak een captcha ingevuld, daarom dat ik dit heb aangeduid. De reden waarom dat ik dit programma als tweede pas laat zien, is omdat het eigenlijk veel minder goed werkt dan het vorige. Ook omdat het nog een trial en een demo versie is bij beide programma's. Wat je dan ook kan zien is bijvoorbeeld als je kijkt bij Guestbook, zoals in het eerste voorbeeld. Je klikt erop en je hovert erover, zie je dus voorbeelden van captchas die al kunnen worden opgelost. Zoals je hier kan zien. Ja, zo. Deze worden dan, de sites die hier worden opgehaald, zoals hier net gedaan, worden dan doorgestuurd en dan komt erop Submission Successful als de captcha is opgelost door Captcha Breaker. Captcha Breaker heeft eigenlijk ook veel soorten captchas die je kan oplossen, maar dit programma is al redelijk verouderd ondertussen en zoals je ziet is de success rate ook vaak redelijk laag bij verschillende dingen. Dat was het dan. Bedankt voor het kijken en hopelijk hebben jullie er wat van bijgeleerd.